Kijk, ik zou eigenlijk daar goed aan doen om er niet zoveel commotie over te maken. Maar toch wil ik ook een kleine duit in het zakje doen over dat geval van Wilders over meer of minder Marokkanen. Kijk, het was sowieso al raar dat hij die vraag stelde. Want hij had beter gewoon alleen maar kunnen zeggen: willen jullie ook minder Marokkanen? Dan hadden ze allemaal ja geroepen. Hoe die dat dan weer zo ingepakt heeft. Het zal iets met de strafbaarheid van zijn uitlatingen te maken hebben. Want het is natuurlijk wel een uitgenaste vogel, die blonde jongen. Blonde Geert, ja, precies. Dat zocht ik. Blonde Geert. Kijk, laten we wel niet uit het oog verliezen dat natuurlijk een groot deel van het electoraat op hem gestemd heeft. En ga er maar vanuit dat veel van die mensen ook natuurlijk weten waar het om gaat. Want hij wint er geen doekjes om. En het zijn allemaal one-liners. Hij heeft geen ingewikkelde verhalen. Dus het gaat juist daarom in feite, weet je, minder buitenlanders. Nu heeft hij het over Marokkanen, omdat het ligt van de hand in verband met die jeugdcriminaliteit. Dat hakt er ook lekker in. Maar laten we één ding niet vergeten, en dat is mijn ervaring. Kijk, er zijn ook tijden geweest dat ik het Hollands Spoor uitstapte. Als ik eens een keer naar Den Haag ging. En dat ik het idee had dat ik in Marokko of in Turkije terecht was gekomen. Kijk, daar voel je je natuurlijk ook niet echt lekker bij. Laten we eerlijk zijn. Het heeft ook een beetje met de natuur te maken van de mens. Vreemde dingen, daar voelen we ons een beetje door bedreigd. En daar willen we eigenlijk liever niet. Dus het zit ook een beetje in de menselijke natuur natuurlijk. En dan komt er nog bij dat er altijd de religie tegenwoordig weer bij betrokken moet worden. Nou, dan kom je nergens mee, want dan wordt het een oeverloos gelul natuurlijk over of het nou Allah of God is. Kijk, ik respecteer iedereen wat dat betreft. Iedereen heeft recht op een bepaalde mening. Maar ik kan alleen maar van mezelf zeggen, hij is nog nooit hier teruggekomen. Geen van die profeten, dus ik zie wel waar het schip strandt. Nu leef ik en dat is het voornaamste. En voor mij is het belangrijk dat ik in een samenleving ben waar de mensen het een beetje met elkaar kunnen vinden. Want daar gaat het in feite om. Maar het is natuurlijk logisch, als het allemaal een beetje slecht gaat met de mensen, dan gaan ze een uitweg zoeken. Dat hebben we in de Tweede Wereldoorlog ook gezien en daarvoor zal het ook wel gebeurd zijn. Ik ben niet zo geschiedkundig of zo geweldig op de hoogte. Maar goed, desalniettemin, Geert heeft dat dan gezegd. Maar het meest wat mij bevreemdt is dan wat het allemaal teweeg brengt. Daar verbaas ik me echt over. Want wat zwaar dat nou? Een simpel zinnetje. Hè? En daar gaat iedereen overheen vallen. Zelfs Rutte die moet in het jeugdjournaal komen om een kindje te overtuigen dat het allemaal niet zo'n ramp is. Weet je wel, hij zegt. Het zal nooit gebeuren. Maar dan denk ik bij mezelf, ja, het zal nooit gebeuren zolang jij misschien hier de scepter zwaait. Maar stel je eens voor dat morgen bij de volgende verkiezingen de Partij voor de Vrijheid enorm groot wordt. Dan gaat het wel gebeuren, bij wijze van spreken. Ik vind zo, die mensen zijn allemaal niet meer uit de samenleving weg te denken. Mijn ervaring is altijd, alles wat vreemd is, ja, dat is natuurlijk, dat blijft vreemd als je er niet probeert mee kennis te maken. En het is altijd zo, en ik heb heel wat mensen uit het buitenland ontmoet en gesproken. Zo gauw als je ze leert kennen en ze spreken ook ja, jouw taal, ze kunnen zich in het Nederlands uiten, dan vallen al die dingen weg. Dat valt allemaal weg, die drempels. Dan zijn we gewoon allemaal mensen. Dus dat wou ik maar even zeggen. Maak je niet druk, Geert kan het nooit winnen hoor.